nog iets tegen jou zeggen. Ja, altijd. Maar jij mag ook jou tegen mij zeggen. Ja. Dan laat het wel. Dank je, Joy. Beste mensen, beste Henry. Ben ik hier wel blij mee? Dat was toch mijn eerste reactie toen ik hoorde dat Henry Broekhuis de voetstappen mocht zetten in het Breugelpad. Tja, ben ik hier wel blij mee? Dat je die eer verdiend hebt, zonder twijfel. En discussie, de topambassadeur voor Lossen. Jouw voetstappen horen daar gewoon. Maar stel je eens voor dat je zou denken, die zijn binnen. Nu ga ik lekker met de pootjes omhoog naast je lieve vrouw Brigitte op de bank zitten. Dat je al je nevenfuncties gaat neerleggen. Met een nieuwe baan, een nieuwe auto, niet die mooie auto die we net zagen. De voetjes omhoog konkoenen aan de Denenkamperdijk. En tja, daar zitten we in Lossen niet op te wachten. Maar zit Henry daar, beste mensen, op te wachten? Nee, Henry is meer het type waar ooit André van Duin al over zong. We zullen doorgaan als de golven op de oceaan. We zullen doorgaan, zei de kip tegen de haan. We zullen doorgaan bij het CML Excelsior, bij de Rabobank, voor Lossen en voor de gemeenschap. Afbouwen komt in dat vocabulaire van Henry niet voor. En daarom was mijn tweede gedachte, die nog steeds voorop staat, ik ben hier heel blij mee. Want waardering is voor Henry geen reden om te stoppen, misschien zelfs een stimulans, ja, sorry Brigitte, om nog verder door te gaan en nog een schepje bovenop te doen. Beste mensen, Henry Broekhuis is een echte Lossenaar. Geboren en getoven in het dorp Lossen. Nooit ergens anders heeft zijn wiegje, zijn huisje gestaan. In de Meidoornstraat, Tulpstraat, Hofkamp en nu aan de Denenkamperdijk. Hij is één brok Lossen. Lossen komt niet om Henry heen. Als burgemeester heb ik de eer om een paar woorden tot jou te mogen zeggen. Over jouw waarde voor de gemeente, over je leven, over de leuke en bijzondere kanten van Henry. En dat was relatief eenvoudig, al heeft me dat heel wat papier gekost, want die leuke en bijzondere kanten heb ik. Te veel om op te doen. Laten we eens beginnen bij je werk. Die werkcarrière laat zich in één zin samenvatten. Niet van krantenjongen tot miljonair, maar van patatbakker tot directeur en vooral veel hakman. Al kennen we je salaris niet, dat miljoen haal je waarschijnlijk. Je bent begonnen als patatbakker, befaamd om je tetterellies. Braadworst met ui en curry. Tijdens de schooltijd stond hij al in de kraam, vooral voor discotheek Het Lossetje. En daar vlogen de tetterellies letterlijk de kraam uit. Na je schooltijd ben je begonnen bij hakman. En daarna leek het of je vergroeid was aan dat bedrijf. Letterlijk behoorde je tot het meubilair. Het mooie groene tuinmeubilair. En ja, iedereen dacht, daar haalt hij zijn pensioen wel. Maar ja, aanbod om directeur van Van Heek te worden nog wel in Lossen, kon en wilde je niet afslaan. En gelukkig, het zit in diezelfde holding als Hartman. Dus helemaal afscheid neem je niet van het bedrijf. En wat je erg goed doet is, dat je vader ooit bij Van Heek heeft gewerkt. Wat zal hij dit mooi hebben gevonden? Zijn zoon, directeur bij Van Heek. Laat Henry aan vele weten. Henry, beste mensen, heeft een enorm hart voor zijn personeel. En is in bestuurlijk Twente bekend, zeker Enschede, Almelo en Lossen, dat hij mensen die het moeilijk aan een baan komen, aan werk helpt. Bijzondere mensen met vaak hele bijzondere verhalen, die Henry vaak letterlijk weer midden in het leven zet. Iemand met zo'n groot hart. Overigens wel over heel wat geduld hebben. Want eenvoudig is het niet. Des te groter de voldoening, dat weet je zelf als het dan lukt. De onschatbare maatschappelijke waarde weet jij hij zo te creëren. Beste mensen, we kennen Henry allemaal als gangmaker. Op ieder feest, al van vanaf zijn brillenjeugd. De zondagse kerkgang werd doorgebracht in Café de Klomp. En dan was het wel handig dat na de kerk de kerkgangers kwamen en dan hem vertelden, hè, wat er allemaal in die preek stond, zodat hij thuis dat kon vertellen aan zijn vader, die hem natuurlijk ondervroeg. Maar niet zo handig waren dat zijn vrienden wel eens een kaartje van de klontse op zijn fietsen dragen, plakten. Zodat vader, die net enthousiast was over het feit dat Henry die preek had gevolgd, in de schuur kwam en ontdekte dat Henry ergens anders was geweest.
Met zijn vriendengroep werd menig party in de omgeving onveilig gemaakt. En vond een taxichauffeur wel eens een baal stro de volgende ochtend in de auto en belde Henry weer op. Kun jij even die baal stro eruit halen? Die hebben jullie volgens mij van een feest gesmokkeld. Of eindigde een feestje tussen Losser en de Lut in de sloot. Letterlijk in de slootwater. We staan letterlijk in het water. Of die ene keer tijdens een oud en nieuw, toen Henry op de ruit van Spot 2000 tikte en die ineens spontaan kapot barstte. Nog nooit hadden zijn vrienden hem zo hard zien lopen. Oké, het pand was in brand gestaan. Hè, de ruit had daardoor schade geleden. En die tik had waarschijnlijk het laatste restje gegeven. En daar zijn we ook blij om dat dat de ware toedracht was. Want anders hadden we je hier vandaag niet zien staan. Want mensen die de voetstappen verdienen, moeten van onbeschreven gedrag zijn. De 8 verjaardagen van je vriendenclub zijn heilig. Vakanties en worden eromheen gepleegd. Al moet je steeds vaker, en die klacht heb ik uit verschillende hoeken gehoord, 's avonds later op het feestje komen omdat je weer zo'n vergadering hebt gehad. Om uiteindelijk toch zelf het feest te gaan afsluiten. Met het biertje, borreltje en dat sigaar. En altijd klaarstaan voor anderen. Voor mensen, zeker voor zijn vrienden. Henry vragen is ja krijgen. Een advies op andere hulp en in anders altijd in alles geïnteresseerd. Maar hulp aannemen, daar houdt Henry niet van. We kennen allemaal de berg hout die een half jaar lang het huis ontsierd heeft. Waar menig vriend en buurman en zwager heeft gevraagd, zal ik je even helpen dat hout weg te hakken? En ik kan u vertellen, dat is een hele opluchting voor Losser. Die berg hout is na een half jaar eindelijk door Henry in mootjes gehakt. Maar wat is nou die kracht van jou? Wat is die kracht van Henry? Dat is toch zijn wijze van communiceren. Van kwinkslag en inhoud. Het zoeken naar verbinding tussen mensen en tussen bedrijven. Jouw hang naar perfectie bij uitvoering van zaken. En je geloof in resultaten. Of het nou om de koetsenkerels gaat, of het winnen van het kampioenschap van Excelsior. Henry gelooft erin en zorgt ervoor. Hij opereert als de grote Julius Caesar die na de overwinning op Panarchus 2 van Pontus in de slag bij Zel de fameuze woorden zei, veni, fidi, vici. En Henry kwam, zag en overwon. Bij Excelsior, het coöperatiefonds van de Rabobank en het CML. Van Excelsior maakte hij een gestroomlijnde vereniging die prijzen in het land ophaalt en daarnaast leuke feestjes voor alle leden weet te organiseren. En CML maakt hij volwassen en weet als onafhankelijk voorzitter de belangen van alle ondernemers te vertegenwoordigen. En als gemeente profiteren we enorm van die onafhankelijke en enthousiaste houding. En van het coöperatiefonds Rabobank in subsidie geven voor goede maatschappelijke initiatieven. Losse verenigingen weten de weg dankzij Henry naar dat fonds te vinden. En als ze het niet vinden, worden ze er wel door jou aan herinnerd. En dat alles, wat al iemand ongeduldig, als teamplayer, weliswel als spits en coach tegelijk. Waardering voor iedereen. Zoals bij Excelsior, of nou de majorettes op drumband zijn. Als men op concours gaat, staat vroeg in de ochtend Henry al klaar om zijn trouw uit te zwaaien. En zo krijg je de troepen wel in beweging. Een andere kracht is een netwerk. Fenomenaal. Henry kent iedereen en iedereen kent Henry. In Lossen, in Twente en in Rotterdam en zelfs over de grens. Toen enkele jaren we hier in Losser via internet gestemd kon worden op het leukste dorp van Overijssel, kwamen eruit stemmen uit heel de wereld. Allemaal kennissen van Henry. De meesten wisten niet eens waar Nederland lag, laat staan waar Losser. Maar als Henry zegt dat dit het leukste dorp van Overijssel is, dan is het dus het leukste dorp. Ja, en hij woont er ook nog. En zelfs Mark Rutte had bijna zijn vakantie onderbroken omdat Henry hem gevraagd had hierbij aanwezig te zijn. En als Henry je vraagt, en hij doet het voor een goede zaak, meer dan voor zijn eigen durf je niet nee te zeggen. Ach, wil je ook niet, zelfs als je minister-president bent. Maar ja, waar moet het regeringsvliegtuig landen in Twente? Dus dat kwam hem niet van. Delegeren vindt Henry moeilijk. En dat is ook zeker op een dag als vandaag. Verrassingen, eigenlijk hou je er niet van. En dat Excelsior kwam spelen, vond hij eigenlijk wel lopend. En daarmee zette je de vereniging voor een enorm dilemma. Ze moeten komen spelen, daar ga je vanuit. Maar hoe verras je Henry nou? En de verrassing kwam toch vanmiddag, toen je nog op bed lag, heb ik begrepen. Even een schoonheids-, gezondheids- of iets anders slaapje deed. Toen ineens muziek in de straat kwam. En de Brigitte wakker moest maken. Zei, er komt muziek aan. En je zei, ach, dat zul je wel gedroomd hebben. En ineens stond daar een muziekkorps voor
en een Ferrari. Hè? En kon je zo naar het gemeentehuis. Dat overigens daardoor deze bijeenkomst, dat is niet alleen door mijn speech, langer uitloopt. Dat zie je, en dat kenmerkt Excelsior ook wel weer. Ieder feestje probeert me toch een beetje, hè, te kapen. Maar we zijn hartstikke blij met jullie hoor, top gespeeld. Maar is onze Henry ijdel? En op dat punt ben je eigenlijk gewoon een politicus. Apen trots als zijn Excelsior, maar liever als hij zelf met foto in de krant staat. Heb je de Tubantia al gevoeld? Die is zwaar vandaag. Belt die 's ochtends vroeg zijn kinderen op, hè, als die weer in de krant heeft gestaan. Of dan weer een keer gelukt zit. En daar is niks mis mee. Zeker als je trots bent zijn wat je doet. Want trots is hij op zijn Excelsior, zijn CML, zijn lossen, deze voetstappen, maar bovenal toch wel het meest op zijn beide kinderen, Miran en Niels. Trots op hun beide banen, op hun carrière. En ook een beetje dat organisatietalent wat ze geërfd hebben, daar is hij ook trots op. En wil ze het liefst iedere dag spreken. Geen 5 minuten, maar 1,5 uur. Zelfs zo trots dat dochter pas het moment dat ze zeker wist dat ze de opleiding gehaald zou hebben, hem vertelde dat ze een afsluitend examen had gedaan. Want anders had pa haar de dagen daarvoor, voor en na dat examen, de kop gek gemaakt. En ja, als je dochter dan slaagt, dan komen die tranen. Want tranen komen vaak bij jou. Niet publiekelijk, daar hou je eigenlijk niet zo van, je emoties te laten zien. Maar vooral voor je gezin. Als er iets gebeurd is in je omgeving, een sterfgeval, een verhaal wat je aangrijpt op je werk of in de omgeving, door mensen die je kent die ergens bij betrokken zijn. Of mensen die met een handicap hebben en niet die ambitie kunnen waarmaken die ze hebben. Dan zit je op de bank en dan ziet je familie die tranen komen, meeleven. En trots ben je ook op die voetstappen. Zozeer dat je zelfs op de zaken vooruit loopt. Want het zou toch mooi zijn dat we kleinkinderen zouden zien dat opa daar zijn voetstappen zou hebben. Geduld, Henry. Geduld, geduld en nog eens geduld. Afscheid nemen kun je ook niet. Zoals van je spullen. U kent allen de groene Mercedes. En ja, als directeur van Hey, mag je een leasebak rijden? En dat was een enorm dilemma. Wat doe ik met de groene Mercedes? En gelukkig, Daniel Leuvens heeft je toevertrouwd, als je dat ding nou 10 jaar lang ergens in een schuur neerzet en goed conserveert, dan is hij over 10 jaar al 15.000 euro waard. Dus mensen, heeft u nog een schuur over waar die droog kan staan? Henry is geïnteresseerd. En overigens over auto's gesproken. U raadt al nooit waar Henry in gaat rijden. Ik noem een Audi. Ik noem het type A6. Ik zeg, het is een witte. En als klap op de vuurpijl ook nog een sportuitvoering. En zie daar, Henry Macho Man Droghuis is geboren. Beste mensen, over kleurrijke figuren kun je uren vertellen. Zoals die ene kleine vogel die recent door die hond bij jullie werd gebeten. En dan op apengapen lag. En via mond-op-mond behadering door Henry weer tot leven werd gewekt. Oké, het was met een rietje. Maar we zullen alle dat beeld wel kunnen zien. Maar ik rond af. Beste Henry, blij ben ik met deze voetstappen voor jou. Namens de Lossense gemeenschap wil ik jou danken voor al die inzet. Ga door, al weet ik dat je die aansporing niet nodig hebt. We zijn trots op jou, onze Henry Boghuis en Brigitte, die zult nog heel lang alleen op die bank moeten zitten. Dankjewel. Mag ik u verzoeken dan om de slag weg te trekken en daarmee het reugel te openen? Even de schoenen, even. Oké. Henry, ben je er klaar voor? Ik ben helemaal klaar voor. Dan trek ik hem nu weg. Mensen, applaus! Zet de DV. Oh, sorry. Oh, hallo. Dat moet weer zwaar worden vanmorgen. Het past. Henry, bedankt. Oké, dan wil ik graag zelf voor. Nu verzoek ik jou een ere zal u te doen. 1, 2.
Joy. Ja, ik mag dan wel, Hendrie is de voorzitter, maar ja, je eigen speech doen, dat zou je lief doen, denk ik. Ja, dat kan er weer niet. Hendrie, van harte proficiat met deze eervolle en unieke plek in het hart van Lossen. Jouw Lossen, jouw voetstappen in het Breugelpad. Dat geeft aan, nogmaals en te meer, dat midden in de gemeenschap staat. Binnen allerlei besturen, verenigingen en adviesorganen geef je gevraagd en ongevraagd advies. Met een groot vermogen van out-of-the-box denken ben je de ideeënmachine met creatieve geest. En organiseren en ontplooien met veel enthousiasme nieuwe ideeën waar heel Lossen plezier en profijt van heeft. Dankbaar mogen we daar binnen Excelsior van genieten. We hebben het over ons Excelsior, jouw Excelsior. Trots zijn we als vereniging dat onze voorzitter op deze wijze het Breugeljaarsfestijn mag openen. En dat wij daar zo direct deelgenoot van mogen zijn. Je voetstappen zijn hier gezet. Naast onder andere die van onze beschermheer Johan Schreur. In gedachten is hij bij ons. Johan, een markante Lossenaar die ook veel voor Excelsior en Lossen heeft mogen betekenen. Trots zijn wij en zeker trots mag jij samen met Brigitte zijn. Lossen waardeert jullie en vooral jouw tomeloze energie en inzet en wij des te meer. En daarom Brigitte willen we jou ook zeker bedanken dat jij hiervoor Hendrie de tijd en ruimte geeft. Graag bied ik je namens de vereniging deze klompen aan. Dankjewel, jongen. Laten we even de klompen aandoen. Ja, ik vast op het moment schaar hier. Oh, dan is het goed. De regie is veilig. Ja, lekker. Dankjewel. Henry, je voeten pas op deze plek, maar ook op andere plaatsen in deze gemeente kun je met deze klompen je voetstappen zetten. Een herinnering aan deze unieke gebeurtenis. Graag wens ik jou en Brigitte, Niels en Lotte, Miran en Rob, allen hier aanwezig, het Breugelbestuur en heel Lossen een heel geslaagd en feestelijk Breugeljaarsfestijn. En dat gaat lukken, de eerste stap is gezet. Dankjewel, Joey. Ja, dan sta je met de mond vol tanden eigenlijk. Ik had alles keurig voorbereid dat zo'n pleidooi van onze burgemeester kwam en alle geheimjes verteld werden in Van Huizen Brookhuis. Hoef ik niks meer te zeggen. Wat een fantastisch onthaal. Ja, lig je inderdaad vanmiddag nog even op bed met een flesje water en denk van nou, pak maar eens aan doen. En in één keer kom je erachter dat er een paar kaartjes aan de jas zitten, die moeten er snel af en de muziek zit al voor de deur te blazen. Wat oblig je dan toch? Dan ontsnapt de hond nog bijna naar buiten heen. Maar ja, een enorme verrassing. En een geweldige verrassing. En als je dan gisteravond nog helemaal op de repetitie komt, ik zeg in het begin, ik blijf tot de pauze. En dan hak je in de gaten dat niks ging gebeuren vandaag. Ik denk, nou, ik ga ook wel de hele repetitie blijven. En dan ga je naar huis toe. En zei jongens, allemaal tot zondag. Ja, tot zondag, tot zondag. En dan stuur je weer appjes. Irma is ook zo'n ervaring, die stuurt een appje en zegt nog veel plezier vanmiddag nog. En tot zondag. Dan verwacht je dus eigenlijk helemaal niks. Maar die geweldige vereniging staat hier gewoon weer voor de deur. Helemaal geweldig. Dat doet mij heel erg goed. Dat vind ik fantastisch. Dat was echt een verrassing. Dat is jullie gelukt. Dus ik wil graag een applaus voor ons Excelsior. Trots ben ik dat ook zoveel mensen hier zijn, dat zelfs zakenrelaties van mij wat vrienden geworden zijn uit Rotterdam, deze kant op gekomen zijn. Dat er zelfs nog, ik zag Fred hier ook, zelfs mensen van Feyenoord hier nog zijn, dus dat is helemaal mooi. En daar bedoel ik natuurlijk niet direct Fred mee, maar er zijn mensen van Feyenoord die hier vanuit Rotterdam naar Enschede zijn gekomen. En gekscherend, sorry, wat zei ik? Nee, dat is geweest. Heel los is er gekomen. Hartstikke goed. Ook, ik ben ook bijzonder blij, ik weet niet waar ze staat. Maria, waar is onze Maria? Daar is Maria. Maria, de directrice van MSC in Nederland. Ik wil toch een beetje reclame maken, maar toch niet opgenomen. De ene grootste rederij ter wereld heeft haar agenda vrijgemaakt om naar Losser te komen. En blijft ook slapen, dus ik ga genieten van de Breugel.
Welkom. Wat een bijzonder moment. Je wordt gevraagd om je voetstappen te zetten in het Breugelpad. Ik had het velen toegedacht, maar niet dat het een keer bij mij op de bel zou worden gedrukt. Ik verwachtte nog eerder Gaston van de postcode loterij dan het Breugelbestuur. Overigens is Gaston ondertussen ook geweest, maar die kwam met een leuk geknip en had niks te verdelen, behalve barbecues, waarvan het verzetten per post zo duur was geworden dat ze zelf maar kwam uitdeel. Ik was verrast, wist van niks, keek mijn lieve vrouw Brigitte even met een schuine oog aan. Nee, ik wist echt niet. Ja, ze komt niet naar de brug, dus ik weet maar nooit. Ik was dagen van slag, lieverd, dat weet je. Ik kon het nog steeds niet geloven, totdat dan het Breugelbestuur, Joy en Michel bij ons thuis kwamen. Het protocol doornemen, strak en professioneel en dikwijls met een harde lach. Dan besef je eigenlijk zelf pas wat je onbewust van onze gemeente Lossen allemaal doet. Dit houdt niet op bij de gemeentegrenzen, maar reikt toch verder buiten. Een sport van mij is om bij veel zaken te denken, hoe halen we dit of hoe leggen we een verbinding met ons Lossen? Zoals de staddirector van Lennestad al een keer eerder gas op de Breugel, waren de muzikanten uit Kenten al diverse keren hier, hebben de EK Blaaskapellen naar Lossen gehaald, hebben we zelfs een majorettenlid van ons uitgehuwelijkd naar Zuid-Duitsland en op 800 kilometer afstand met het orkest gespeeld op de huwelijksinzegening. En je vindt het allemaal normaal, maar daar waar je lol in hebt, krijg je energie van. En dat brengt je naar steeds verdere uitdagingen. Contacten naar Den Haag, beroepsverenigingen. Ook provinciaal kom ik de politiek tegen, waar ik het niet laten kan om het woord Lossen te laten vallen. En soms met succes. Ik ben graag, zoals inmiddels al een paar keer gezegd is, betrokken bij ons Lossen. Het is inmiddels al zo dat ze vragen hoe gaat het en hoe is het in Lossen. En wie mij vertelt dat wethouders en ambtenaren niet bereid zijn om een goed gesprek te voeren 's morgens om 7:30, die hebben het verkeerd. Sinds kort vergaderen we periodiek op de ochtend voor werktijd, want mijn avonden zitten vol. Henry wilde je er graag bij hebben. Ik zeg dat kan wel, 7:30. Ik denk van, nou, die horen we niet meer terug. Maar dan krijg je keurig via het bestuurssecretariaat. Het wordt 7:45, want eerder kan het gemeentehuis niet open. En dan zitten we 7:45 te vergaderen met een grote groep met de discipline. Ja, krijg je daar nou geen energie van? Vul dat maar eens in. Er wordt hard gewerkt in Lossen. Getuigt alle verenigingen die we hier hebben. Ondernemers die zich keurig laten verenigen. Inwoners die zich laten horen. En de politiek die luistert. Hoewel sommigen wel eens de batterijen van het gehoorapparaat mogen vervangen. We zetten samen zoveel leuke dingen neer, we hebben samen ook kritiek. En kritiek, echte kritiek, ontstaat omdat je betrokken voelt en bereid bent om je in te zetten. Soms word je te laat wakker of heb je niet gelezen of ontging het niet gewoon. We zijn er weer. En we zetten samen de schouders eronder, bruggen bouwen. En gefundeerde kritiek is altijd welkom bij elk bestuur. Want Lossen is veel leuker dan je denkt. Als lid van de ledenraad en het coöperatiefonds van de bank, burgemeester gaf het ook al aan, probeer ik menig vereniging te porren om een bijdrage te vragen wat bijdraagt in investeringen in de maatschappij in Lossen. Ik wil eerlijk zeggen, als je straks nog wat weet, kom maar langs, dan schrijf ik dat even op. Ik heb gezien, zo achter bij de bank is er ook. We hebben over 3 weken weer vergadering, dus wie weet. Als je leuke projecten wat bijdraagt in Lossen mensen, maak daar gebruik van. Het is niet dat ik reclame maak van de bank, maar we moeten niet zo bescheiden zijn. En we doen dat allemaal voor ons Lossen, voor de gemeente Lossen. Door mijn netwerk landen vele zaken uit Lossen bij gerespecteerde ondernemers uit de landen of in Den Haag. Binnenkort schuif ik met de kleine, kijk naar rechts, naar Henk, Duitse Nederlandse delegatie op uitnodiging van onze minister-president aan in Den Haag. Met aansluitende bijeenkomst met de ambassadeur van Duitsland en de directeur van de Duitse Kamer van Koophandel. Hier zullen ongetwijfeld vraagstukken van onze grensgemeente Lossen op tafel komen. Onlangs hebben we samen met een aantal Twentse burgemeesters in Almelo een kop koffie gedronken met Mark Rutte en over de problematiek van de grensgemeente van gedachten gewisseld. Leermomenten, kennis delen, signalen afgeven die meegenomen worden naar Den Haag. En soms denken we, ja,
bij die politicus kun je alles neerleggen, het komt niet over. Maar ik moet toch eerlijk bekennen dat je soms toch herkenning vindt in gevoerd beleid. Na 31 jaar bij Hartman een nieuwe uitdaging aangegaan bij het mooie bedrijf van Heek in Lossen. Een grote naam, speler als toeleverancier voor raamdecoratie, boekbinders en de industrie. Er werken 120 man. Wat velen niet weten is dat het in de top 5 staat qua werkgevers in de gemeente Lossen. Een stuk textielproductie met een weverij, breierij, coatingsmachine en dan in de prachtige monumentale textielfabriek. En over de auto is hartstikke leuk, er komt een man naar mij toe. Hij zegt, ik werk al 45 jaar bij Van Heek en ik heb nog nooit een directeur zien in zo'n oude auto. Ik zeg, ja beste man, er komt nog een keer verandering in. Ja, naast inwoner ben ik nu geen forens meer, maar werkelijk werkzaam in ons prachtige dorp. We zijn buurman van Wouterwitsel geworden, Twentse Damast en natuurlijk van Joma. Ik wil mijn netwerk, en met name Henk Balk, danken voor alles wat jij, Henk, voor mij en voor ons doet. Want indirect doet Henk Balk ook veel voor Lossen, want die maakt het mogelijk dat wij met Den Haag en met de politiek via de achterdeur, zeg ik maar, in contact komen. Henk, dankjewel. Ik wil graag een applaus voor Henk Balk. Ja, mijn excuus wil ik aanbieden aan onze kinderen Niels en Miran. Zie je in Niels ook. Ja, dat jullie het vaak zonder je papa moeten doen. Nou, papa die moest het net even zonder jou doen, Niels, want jij was nog te druk op de zaak. Ik zei, pap, ik kom iets later, maar je weet hoe dat zit. Ik zei, ja, dat komt, jong. Gelukkig ben je nog net op tijd. Mooi in de wind. Ja, een enorme waardering begint voor jou, lieve schat. Vaak alleen thuis, maar jij geeft mij wel de mogelijkheid om te doen wat ik graag wil. Naast mijn gezin, bouwen van bruggen, partijen verbinden, beschermen van wat er allemaal is. Alles verder uitbouwen en besturen wat iedereen nodig heeft. Ik wil een dikke kus nog geven, meid. Dank aan jullie allemaal dat het mij gegund wordt. Het getuigt de vele mailtjes, appjes, brieven, bloemen, kaartjes, attenties die ik thuis heb mogen ontvangen. Dat doet mij ontzettend goed. Dank hiervoor. En dan besef je ook pas wat ik al eerder zei, dat niet alles vanzelfsprekend is. Een geweldige waardering middels deze voetstappen en bruggenbestuur. Geweldig dat jullie dit mogelijk maken en dit ook doorzetten en zo elk jaar een persoon, een inwoner van onze gemeente in het zonnetje zet. Ja, als laatste bedank ik natuurlijk de muziekvereniging Excelsior. Daar waar ik mijn ideeën en creativiteit in kwijt kan. Het dagelijkse bestuur dat precies weet hoe ze mij kunnen temmen. Excelsior, een vereniging die staat als een huis en waar ik zelf ook veel aan te danken heb. Dat heb ik klopt. Zonder Excelsior had ik hier wellicht niet gestaan. Ik wil afsluiten met de legendarische woorden. Hij is al genoemd vandaag. We hebben ook nog geëerd, want FIFA Excelsior hebben jullie voor ons gespeeld. FIFA Excelsior is een mars die Johan Schreur heeft laten componeren ter gelegenheid van 100-jarig jubileum. Wordt in Zwitserland uitgebracht, wordt gespeeld over heel Europa. Dat hij nou vandaag hier gespeeld wordt, FIFA Excelsior, geweldige mars, doet mij heel erg goed. Ik wil afsluiten met legendarische woorden van Johan, die helaas, wat al gezegd is, niet meer onder ons is. Had ik het alleen gedaan, had al dit moois niet bestaan. En daar sluit ik me graag bij aan. Dank, ik wens u allen een heel goed vreugel. Daar ging het weer. Goed, ik wou jullie graag toch namens het Breugel, maar ook namens Losser, wat aanbieden. Mag Brenna dat doen? Ja, dankjewel. Heel veel succes verder met de zaak. Ik hoop dat ook door die reclame naar boven die wel kan spoken, die wat kan te breken, wat heel wat kan te breken. Dankjewel. Ja. Wat we nu gaan doen, Henry, je hebt de voetstap gezet, maar daar hoort ook wat bij. En daar hoort een breugelminiatuur bij. Dat is een koperen breugelvrouwtje. En dat mag je in de ereplaats geven bij jou in huis.
Dankjewel. Dankjewel. Dat weer gewoon iets. Ja, leuk. Het is ontworpen en gemaakt door een Bosnische kunstenaar, Henk van der Zijn. Jongens, heel bedankt hè. En denk er nog wat in het gebouw. Cheap kaartje maar. Top. Hey, Henry. Jij bent